Ja, natuurlijk voor Shea weer. En vandaag weer een DLC map natuurlijk van Supremacy. DLC 3 Advanced Warfare. Map nummer 2 gaan we laten zien. En dat zal waarschijnlijk worden Skyrise. Ik speel hier trouwens TDM Express omdat ik geen Mospit spelen. Maar die gasten, die spelen echt, die campen voor leven. En je wordt helemaal gek eigenlijk van de killstreaks. En oké, weet je, 10DM even doen. Dan kun je rustig even alles laten zien. Rustig laten zien. Het is ook iets handiger voor mij, denk ik. Aangezien ik niet heel veel Advanced Warfare speel. Dus ja. Wordt helaas niet goed bekeken ook namelijk. Dus ja. Als ik een keertje Advanced Warfare doe. Dan is meestal de DLC of een keertje een streampje. Vanavond ga ik streamen namelijk. Dus ja. Vandaar. Skyrise heb ik in ieder geval gespeeld op de VIP-party. En ik vond hem echt super vet eigenlijk daar. Maar ja, eerlijk is eerlijk, je speelt natuurlijk tegen wat betere spelers en wat mindere spelers. Om zo te zeggen, hier heb je natuurlijk skill-based matchmaking. Al zal skill-based matchmaking niet echt heel erg veel zin hebben in deze playlist. Want ja, er speelt natuurlijk nog niet veel deze map pack. De eerste faal is alweer een ding. En wat me ook opvalt is inderdaad dat er op Skyrise gewoon weer veel gesnijd wordt. En dat vind ik best jammer. Ja. Waar zitten ze? Ik moet even kijken. Daar. Daar zitten ze. Nou, spawnen ze achter me. Jezus, het ruitje is nog eens kapot. Ja! En dan word ik geflankt. Jammer. 4-0 weg. Gaat trouwens tot de 100. Had ik net al gezien, want ik werd er ingegooid en toen was het 100 punten. Hé! Heb ik die kill niet trouwens? Waar slaat het nou op dat ik die ene kill niet heb? Nou, het zal wel. Even kijken. Ja, het is. Hup. Daar zie ik er eentje lopen. Maar. Hij is alweer snel weg! En daar zit er weer daar eentje! Jezus, kom op jongens! Let's go, lopen! Ik ben altijd huiverig, weet je, voor mappen terugbrengen uit oudere Call of Duty's. En dan weer in een nieuwere Call of Duty stoppen. Meestal omdat. Ja, die mappen zijn er eigenlijk niet echt ervoor gemaakt. Ik heb een hitmarkers trouwens. Dus het schiet echt heel erg op. Ja. Oh! Nee, toch nog niet! Ik had hem kunnen hebben hoor. Waar speelde hij mee? Met een Akimbo ding. Jezus, mensen. En helaas gaat het niet zo goed als het vorige potje. Vorige potje ging ik. Oh! Hé, ik vind het echt bullshit. Zo'n ding is vet overpowered. Een cloak heeft geen nut. Vind ik een van de minst werkende exo-abilities, zeg maar. Ik werd er even gezeven daar. Oh, ik werd weer gezeven volgens mij. Even kijken. Ja, wat is het? Kijken of niemand daar naartoe komt. Nee, er komt niemand naartoe. Ik zie dat 2-3 man lopen. Daar zag je één dus. Daar die. Oh, nou kwijt. Ja. Ja, jammer. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik zat in het hoekje daar vast. En dan, ja, dan moet je gewoon mazzel hebben dat hij misschien dat ik hem kill. Maar dat gaat hem. Oh, ging hem even niet worden. En. Hij zit beneden. Holy fuck. Ja. Kingslayer, sorry jongen. En komt hij hier? Oh, kut. Dat was slecht van mij. What the fuck? Hey, wat heb ik trouwens? 10-7. Nou, het is niet slecht of zo. Het is TDM natuurlijk. Gaat dat tot de 100 dus, nogmaals?
Dit is slecht. Maar wat heeft hij? Ja, hij heeft een bal. Hij heeft ook gewoon een bal trouwens. Ik heb ook een bal, maar ik snap niet waarom. Kijk, ik speel met een... Kijk hier, bal met grip en zo. Suppressor en een red dot. Ik vind een red dot eigenlijk best wel lekker op een balletje. Maar dan snap ik niet waarom ik hem niet kill eigenlijk. Want eigenlijk moet ik in het voordeel zijn. Maar dat was ik dus helemaal niet. Incoming enemy care package. Nou. Even kijken, hier. Hup, daar komt hij, daar komt hij. Hup. Nou, what the fuck. Oh my god. Oh, kom op nou. Wat een gekamp. Ja, hè. Kingslayer. Nou, was ook de enige die aan het lopen was, leek wel. En nu ben ik ook even te kijken. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Waar zitten ze? Daar niet. Daar ook niet. Daar wel! Hé, zag ik het dan toch even heel... Oh nee, dat komt van beneden. Ik dacht dat echt dat iemand zag. Maar ja, heel lastig. Ik blijf ook wel zeggen dat in een nieuwe Call of Duty is altijd... Dat je gewoon mensen slechter kan zien. Oh! Jezus mensen, kom op nou, hé. Met een oom speelt hij daar. Die is natuurlijk vorige map packers hier uitgekomen. Die oom, ik vind het echt helemaal niks zelf. Het is een laser en... Ja, dat gaat niet kunnen! Dat kan niet, hè, Chris? Dat kan niet, hè? Je kan niet zoveel kills maken. Huh? Lekkere spawn! Oh, heerlijk, jongens. Ja. Nou. Waar zitten ze? What the fuck? Oh, oh. Waarom reloadt hij niet? Dat is zo irritant als je gaat jumpen, dat hij gaat cancelen. Dat is zo fucking irritant. Ja, ja. Ja, hallo, kiekeboe. Kiekeboe, zegt vis. Huh? Skeeter, shooter. Nee, nee. Nou, niet dood. Haha. Lol. Even healen. Kom maar, kom maar. Nee, ik dacht dat ik iemand zag daar. Ja. Waar komt hij dan vandaan? Oh, het is het irritant dat je niet kan sound horen hè, in deze game. Dat is toch zo fucking irritant. Zo, jij hebt het druk. Ja. Je kan niet sound horen in deze game. En dat is, maakt het wel zo verschrikkelijk lastig, dit. Hè? Enemy UAV above. Even kijken. Enemy care package incoming. Nou, kom op. Waar zitten ze? Waar zitten jullie, jongens? Jongen. Even kijken. Bijna afgelopen. Gaan we trouwens wel binnen. Hup, weet je wat? Ik krijg allemaal het heen en weer. Yes. Yes. En... Nee, niemand. Ook niemand. En het is afgelopen. Oké, nou, ik hoop dat je het leuk vond in ieder geval om even te zien natuurlijk. En ja, de anderen komen ook nog online. Dus jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.